Het managementteam probeert zoveel als mogelijk de COVID-19-curve laag te houden. Woorden van de directeur van gezondheid, Cleopatra Jesseren, gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid. Ze zegt dat door de hoera-stemming mensen de maatregelen niet meer in acht nemen. De grenzen vormen nog steeds een groot gevaar. Jesseren zegt dat er met man en macht wordt gewerkt aan de grenzen om het virus buiten te houden. De eigen verantwoordelijkheid van het volk is echter van groot belang. Zodat we niet meer dan 10, 20, 30 gevallen per keer hebben. Maar dat kan alleen u als Surinamer doen, niet wij. Dat kan alleen de Surinamer doen. Wij geven de instructies en wij faciliteren. Maar het ligt aan de verantwoordelijkheid van elk een van u. Om je een voorbeeld te geven, we kunnen hier met z'n allen in deze zaal staan. En 3 of 4 van ons zijn positief getest op COVID, of niet getest op COVID, zijn positief zonder dat we het weten. Toch hoeven we niet deze zaal te verlaten waarbij ieder besmet is, als we gewoon de gezondheidszorgsmaatregelen in acht nemen. Er zullen misschien positieve mensen binnenkomen. Er zullen misschien mensen de grenzen overschrijden. Want jullie willen niet weten hoeveel werk er verzet moet worden daar bij de grenzen. Mensen die vanuit Paramaribo toch stiekem ergens een borrel vinden. En naar Frans-Guyana gaan en dezelfde dag weer terugkomen. Naar Saint-Laurent gaan en dezelfde dag terugkomen. Wij proberen dat zoveel als mogelijk tegen te houden. Je gaat niet alles tegen kunnen houden. Wat we wel proberen te doen, is die epidemie zo plat mogelijk te houden. Want ik kan u één ding zeggen. Als we die epidemie niet zoveel als mogelijk proberen te containen met z'n allen, en we ziek gaan beginnen te worden, heb ik de cijfers al met u gedeeld wat ons te wachten staat. En dat gaat niet mooi zijn. Jesseren benadrukt dat wanneer de COVID-19-maatregelen aangepast zullen worden, het volk nog meer verantwoordelijkheid zal hebben voor de eigen bescherming. Ik vraag aan de Surinamers om die maatregelen van de gezondheidszorg, ook al gaan er andere aanpassingen zijn van de sociaal-maatschappelijke maatregelen, de gezondheidszorgmaatregelen blijven van kracht. Zo alleen kunnen we die ketting van transmissie stoppen. Dat wil zeggen dat als iemand bij je op bezoek komt die positief is en je weet het nog niet, maar die persoon is geweest naar Frans-Guyana, Borofassi, teruggekomen, niemand heeft die persoon gesnapt en die persoon komt nu op jouw berm, bij jou binnen in huis, kan je jezelf beschermen, je familie, je gezin beschermen door de maatregelen in acht te nemen. En dan verbreek je die keten. Je verbreekt die transmissie. Laten we met z'n allen proberen dat we niet te veel positieve gevallen tegelijkertijd in Suriname zullen hebben. Want we bidden nog steeds voor een vaccin, maar we weten niet wanneer dat terugkomt. Wanneer straks de scholen weer open mochten gaan. Wanneer de bussen straks weer beginnen te rijden. Gaat dat allemaal onder een nieuwe normaal zijn? Tot zover Cleopatra Jesseren, directeur Volksgezondheid. Ze sprak gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-19-crisis.